Hoeveel jij zelf dat jij had te slapen? You go, Max. Geplande keizersnee. We zijn dus in de presidential suite. Team Holland. Zometeen mijn turn. Oh my god, Christy is post. Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en ik ben onderweg naar Lychee. Want ik ga volgende week naar Venetië voor het filmfestival. En ik dacht, ik moet echt een jurk hebben. En eentje die pas, want als ik thuis heb, pas ik niet met mijn buik. Dus vandaar dat ik even bij Lychee ga kijken. En ik was nog nooit bij mijn kantoor geweest. Ik heb de hele tijd papa of drie anderen. Daar ben ik helemaal gek van. Mijn vader dus. Ik heb dus nu deze gouden jurk aan. Als optie. Pas de buik in. En ik heb hier, ik zie er zo moe uit. Dat terzijde. Ik heb hier dus nog wat meer jurkjes zie ik misschien. Dus wil je even passen. Lastig, want ik pas bijna niks. We zitten in de auto. We gaan even naar de kinderboerderij. Dat klinkt even zo'n allerlei wisselwaardig. Dat we met de auto naar de kinderboerderij gaan. Ja, maar gaan. Ik woon in Amsterdam, alsof ik in elke wijk een kinderboerderij is. We moeten helemaal naar een andere wijk. Ja, het is wel net te ver lopen en we kunnen niet. Ja, en we moeten ook een plant halen en twee pakketten. Ja. Dus daarom gaan we samen. Dachten, we maken er meteen een kommetje van. Ja. Yeah. Je mag bij de reuzenkonijnen, Jack. Je lijst van de vier tracks die wekenlang aan het zakken waren, maar nu ineens weer aan het stijgen. Ze hebben daar van die hele grote, hoe heet die konijnen eigenlijk? Een hele grote Vlaamse reuzen. Ja, dus, en daar mogen de kindjes in, dus dat is leuk. Het idee was leuk, de uitwerking wat minder. Ze zijn dicht wegens onderbezetting. Krokodillentranen. Oh. Ik ben klaar. De oppas is er net. Joek en ik gaan naar een verjaardag, naar een dinertje. Een verjaardagsdiner. Dus ik heb deze jurk aan van Rote. Misschien kan ik even maar laten zien. Wat een leuk voor de keuken. Nou, doei! Deze heb ik vandaag dus gescoord bij Lychee. En de buik kan erin groeien, dus het is een topje. Verder heb ik de hele dag, dus dit is mijn andere craving, chocolade van met slagroom. En deze droge koekjes. Prima, ik gooi het hele pakken weg. En nu ga ik mijn tas pakken. Ik neem deze tas mee. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. En zo'n ochtend dat iedereen loopt te fucking piepen. Die hond hoorde ik al de hele ochtend. Jacker was vannacht wakker, maar die ziet er wel schattig uit, dus op zich. Ben je even jouw keuken ontbijt aan het maken voor je moeder? Gaat lekkere afgebakken broodjes. Maar we gaan eens even naar de Jordaan, of in ieder geval ik ga even naar mijn nichtje. Die ook een kindje heeft in dezelfde leeftijd als Jagger. Dan ik neem de hond mee. Joekie ligt nog in bed. Die heeft geslapen, zit met een klein petje. Een kater dus. Gewoon in de volksmond een kater. Oké, nou dat ga ik doen. Ik ga een beetje opschieten, want ik zeg de hele tijd, ik kom er nu aan. En vervolgens sta ik hier nog, net zoals mijn boodschappen, die ik gisteren heb besteld, die er ook nog staan. Wat ik ook gewoon blijf uitstellen. Oh, nee, wat wil je daaruit? Ik ga iets voor jou pakken, oké? Wat staat, Max? Oké. Kim, wie is dat? Jagger.
We zijn bij de Formule 1, want Yuki moet hier optreden. En mijn vader en mijn broer zijn ook mee. Dus you go, Max. Eten klaargemaakt, dat eten eigenlijk taco's. Ja, taco's eten we. En hier, ja jongens. Hier staan de appeltjes. Hier is de appel specialist, appeltaart specialist. Mijn vader maakt appeltaart. Ja. Ja, dit gelooft niemand. En het ding is, de appels komen uit hun eigen tuin. Hè? Ja. Woe! Het is maandag. Hoe vind jij zelf dat jij had te slapen? Hallo? Even een hapje. Ah. Sorry, ik weet het zelf doen. Excuus. Yuki slaapt nog. En ik ga zo meteen 22 weken prik halen. Al ben ik vandaag volgens mij al 26 weken of 27. Oh, erg, ik weet het even niet. Bij je tweede kind hou je dat zoveel minder in de gaten dan bij jou. Maar ik heb iedere keer nog eens niet 22 weken prik gehaald. En dat is alleen op maandag met een inloopspreekuur. 26, maar je kan dit nog tot volgens mij 34 weken halen, dus prima. Dat ga ik straks doen. Ik zit met Jagger bij Artis, of daar bij de plantage, want daar heb je hier heb je van die sproeiers en naast omdat het fucking 180.000 graden is. Zijn we even zwemmen, althans. Ja, daar staat ze. Kijk, en dan gaat ze daarin. In die water brengen. Alleen ik hoopte dus ergens dat de plantage open was, want ik heb helemaal niet geluncht. En I'm thirsty. En Kuma is ook mee. Kom. En ik heb heel slim een handdoek meegenomen. Het is vandaag een zonnige dag. Ik weet niet welke dag het is. Jawel, het is vandaag dinsdag. En eindelijk is mijn fiets binnen. Mijn electric 10 ways. Oké, hij was gisteren eigenlijk binnengekomen bij de buren. En Tessica en ik hebben hem net even opgehaald. Dus ik ga hem. En hij heeft dus een nachtje buiten gestaan. Het heeft vannacht geregend. Dit karton voelt helemaal. Nat is, ja. Nou, voelt dat hij nat is. Dus ik ga deze even. Ik ga hem even uitpakken. Ik ben heel blij. En excited. Oké, we hebben hem nu dus wel al uit de doos. En even al het plastic af, maar we moeten nog even het voerwiel eraan. Dat was gewoon echt de kwaliteit.
Ja. En? Zit er een boekje bij? Nou, er is een klein boekje. Oh, stel je voor dat... Ik zit met Joek in het OVG West. We hebben onze eerste intakegesprek voor geplande keizersnee. Dus ik heb ook geen idee wat ik kan verwachten. Haha, dit was dan een doorverwijzing en dan moet je de eerste afspraak doen ofzo. Ik zal straks alle ins en outs vertellen. Nou, dat was eigenlijk appeltje eitje. Ze ging gewoon een beetje uitleggen hoe het in zijn werk ging en ja, I don't know. Dat eigenlijk. En een beetje vragen wat wij zouden willen. Nou, dat heb ik gezegd. En dus een beetje afwachten. Een beetje pas echt tegen het einde aan gaan ze een afspraak maken en een datum plannen en dat soort dingen. Dus dat krijgen we dan nog te horen. Nou, dat was hem, hè? Als je denkt dat de timing allemaal niet slechter kan, ik ben net thuis. En het is 7:10. En ik vlieg morgenochtend naar Venetië. Ik vlieg al om 9:00 ochtends. Dus ik moet echt vroeg op en ik moet nog mijn spullen pakken. En we hebben nu een VVE-meeting, vergadering. Het zijn wel de betere dingen in het leven. En we hebben helemaal niet gegeten. En Jagger ligt nog niet in bed. Life is good. Bel heeft Juki heel lekker. En het is echt een fucking bende. Bel heeft Juki lekker curry gekookt voor Jagger. En ik denk dat wij dat ook eten. Het viel in de smaak. Dus even boven mezelf van mijn beste kant laten zien. We zijn aangekomen in Tunesië en vanochtend was een beetje vroeg. Ik ging nog niet filmen en was nog niet echt wakker. Maar ja, nu zijn we er. Nu heb ik bloedhete kleren aan, een zwarte legging aan en een zwart t-shirt. En we zitten in een bootje. We wachten op twee andere mensen en dan gaan we met het bootje naar het hotel. We hebben ons even opgekleed. Het lijkt wel twee hele andere mensen. Ineens helemaal flashy. En we gaan nu een tour doen. Oh, nu weet ik het even niet meer. Waar gaan we heen? Naar Palazzo Ducale. Kijk, dat bedoel ik. Daar gaan we heen. En dan daarna hebben we haar en make-up en zo. Een uurtje vrij. Een uurtje om te relaxen en daarna worden we helemaal aan de klem gezet. En dan is het diner en het feest. We zijn dus op het Palazzo en we krijgen dus nu een tour. Hè? Even een beetje historie opsnuiven. Dus ik kan alleen niet concentreren, ik wil alleen maar om me heen kijken. Alles is mooi en fantastisch en leuk. Ik denk de hele tijd, oh my fucking god, where am I? Het is wel heel druk. Oké, okay. Ja, ik hoor ze praten, We volgen deze dame. Ik ben in de kamer en ik ben een beetje oververhit. We zijn hier dus met... Ik ben hier met Shiseido en die bestaan dus 150 jaar. Oh yes, allemaal super fijne producten. Oh yeah. Oké, ik ben in de kamer. Ik heb net een klein mini dutje gedaan. En nu gaan we eigenlijk even in de stijgers. What's your name again? My name is Michael. Michael will fix my hair. En straks komt er ook nog iemand voor make-up. Ik lijk zo niet op mezelf. Dus even normaal. Oh, wat erg. Oké, nou, ik ga er het beste van maken. Yeah.
zijn klaar. We staan beneden te wachten totdat we gaan vertrekken per boot naar de locatie. Team Holland! De locatie. Het ziet er wel heel mooi uit. Good morning. Het regent in Venetië. Ik deed de gordijn open. Het was echt een depressief weertje. Mijn stem klinkt ook niet heel top. Grappig dat het klinkt alsof ik echt heel de nacht heb gepartied en alcohol heb gedronken. En gerookt. I don't know. En ik heb het allemaal niet. Ook gemeen eigenlijk. Dat je dan nog steeds je dus zo kan voelen. Ik heb net even Sarah geappt met wie ik hier ben. En we gaan even ontbijten. Dan ga ik me daarna pas aankleden. Het regent toch. Ik heb mezelf even opgelapt. Ik heb deze jurk aan. Die buik, jongen. Die blijft maar groeien. Ik weet niet of ik straks nog in die jurk kom. Oprecht niet. Ik denk dat ik niet meer in mijn red carpet jurk kom. Heb ik dus wel een heel klein probleem. En mijn red carpet jurk is dus die gouden. Ik denk alleen niet dat die dicht gaat. Wat een kutzooi. Dit zijn overigens de schoenen die ik mee heb. Nee. En ik heb nu. Dus ik dacht ik doe het even zo. Dit jurkje aan. Die heb ik via Litchi. Ik weet eigenlijk niet waar die van is. Maar ik vond het wel Italiaans. En mijn gimp even aan. En kijk, je kan even de buik zien. Hallo. Ik ga dus nu naar de workshop. Ik weet eigenlijk niet. Ik noem het heel de tijd een workshop. Maar het is een content creator room of zo. Nou, in ieder geval moet ik er over 10 minuten zijn. Oké, we zijn dus in de presidential suite. En je kan dus helemaal naar boven. Dan heb je eerst heb je kamers, je ziet kamers. En daarna heb je dus ook sport area. En dan kan je dus nog een wenteltrap omhoog. En dan kom je dus op dit prachtige plekje. Met dit uitzicht. Wauwie. Vanaf hier kan je echt heel Venetië zien. Het is dag nummer 2 en vandaag is dus het red carpet moment waarbij ik een gouden jurk aan ga doen. En gelukkig is hier een heel team van een hele lieve dame die mijn make-up gaat doen en een hele lieve heer die mijn haar gaat doen. Gisteren vond ik het een beetje te klassiek, dus ik denk dat ik vandaag iets meer als mezelf ga. Ja, let's see. Nou, ik ga dus zo. Nee, dit moet ik er straks uithalen. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Maar de make-up is wel echt mooi. Echt wel meer mij dan gisteren. Ik ben zo benieuwd hoe ik er straks uitzie met jurk en al. Ik ben helemaal niet gewend, joh, zo in de klem en in de shebang. Maar het is wel leuk voor een keer. Ik heb de clipjes eruit gehaald. Hey. Mijn telefoon. En mijn jurk aan. Even kijken of ik een betere spiegel kan vinden. Dit is mijn red carpet look.
Oké, okay, ik moet wel. Ik kan niks meer eten vandaag, want dan klap ik uit de jurk, denk ik. Oké, okay, schoenen aan en dan ga ik maar naar beneden, denk ik. Ik heb mijn vlogcamera in het hotel gelaten. Het past in de tas. Dus even zo. Maar we hebben dus outfit en al. Beauty is in het bootje gestapt. En het is echt een beetje rot weer. Dus het is echt heel lastig om in die bootjes te stappen. Maar we gaan vanaf hier dus naar de Red Car. We moeten dus naar het hotel. Ja. En we staan een soort van in de file met allemaal andere bootjes. There's the red carpet. Zometeen my turn. Oké, okay, oh my god, Brad Pitt is er. Oké, de film was heel intens, maar wel mooi. Ja. En nu is het nog chaotischer, want 180.000 mensen moeten dus in al deze bootjes om hier weg te komen. We zitten eindelijk en we gaan nu. Het is al half elf geweest. Ja. Oh mijn god, het is 10:45. En we hebben nog niet gegeten, maar we gaan nu naar het restaurant. Al zou ik mijn bed ook niet heel erg vinden. Ik ook niet. Maar ja, ik heb wel Brad Pitt gezien. Het was echt heel erg leuk. Het was echt een super vette ervaring. Ik ga er wel even mee staan. Zo. En het was dus de red carpet moment. Maar ik kon natuurlijk niet meer mijn vlogcamera in mijn tas. Want ik had zo'n klein tasje bij me. Maar kijk what just happened. Oké. Wauw. Celebrities. Oh my lord, who is this? Brad fucking Pitt. En dan. It's your girl. It's your girl. Nou jongens, dit zijn toch wel live goals, hè? Ik sta gewoon even op de foto. In het lijstje met fucking Brad Pitt. Ja. Oké, nou ik kan dus met een gerust hart Venetië verlaten. En ik heb net gepakt en ik ga nu kijken. Ik ben echt zo verschrikkelijk. Ik heb nog even deze uit de mini bar gepakt. Ik ben echt kapot. We waren gisteren pas om 2:00 terug of zo. We gingen na die film eten. Waren ze pas om 11:30 aan het diner. En ik weet niet of je hebt gezien wat voor schoenen ik aan heb. En die buik blijft ook maar groeien. Dus even een belly update. Van 26 weken. Alleen nu ga ik Sarah zoeken, want die is denk ik op mij aan het wachten. Het is weer maandag. Jenner, vertel eens, hoe heb jij het slapen? Dat was niet top, hè? Oh, my lord. Wie dacht dat het een goed idee was om een tweede kind te nemen? Nee, grapje. Oh, maar van die nachten dat je niet slaapt zijn echt zuur. Ja, proost. 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 Papa. Papa, ja, proost. Papa, papa, zeker. Kom maar, pas. Ik heb zo'n afspraak bij Shubi in Rosmalen, dus daar ga ik zo even heen. Papa. Daarna, heb ik nog een afspraak. Er is anders. En zoals jullie weten hebben we nog steeds niet echt een vaste nieuwe oppas. Dus het is een beetje Joek en ik om en om en oma's. Ik was natuurlijk vorige week in Venetië met Shiseido. En voor het 150-jarig bestaan. En vandaag vieren we dat eigenlijk in Amsterdam. En host ik een
kimono workshop. We doen dit bij Droog, dus een mooie locatie in Amsterdam. We zijn nu nog even een beetje alles aan het klaarmaken. Alle nieuwe producten staan ook hier. Alle producten, dus ik ben heel erg benieuwd. Ook moet ik nog heel even een kimono zelf in elkaar zetten. Dus wish me luck. Brecht hier gaat ons helpen met hele mooie kimono's maken. En die zit dus achter de naaimachine. En we kunnen dus allemaal toffe dingen erop maken, zoals deze glittertjes. En ik zag net een heel doosje. Met leuke... Kijk. Deze is natuurlijk helemaal in stijl. Oh, deze is vet. Ja. Nou, Max. Het lekker crea-bea, vriendin. Ja, ja. En hoe gaat het hier dan? Ja, nu even niet zo. En Lizzie draagt een zelfgepimpte kimono. Voor ze het zei. Wauw. Hier is haar naam. Hier zijn haar sterren. Spirit animal. Ik weet niet eens wat ik wil vertellen. Mijn leven is zo chaotisch op het moment. Net zo chaotisch als alles achter dit gordijn. Wat ben je al bezig? Mm-hmm. Ik praat gewoon. Oh, leuk. Mm-hmm. Ja, echt zo natural. En, ik weet ook niet wat ik voor het laatst gefilmd heb. Ik weet in ieder geval, vanochtend ben ik naar een verloskundige geweest en dat was allemaal oké. Ze was wel gegroeid om Chanelleke. Chanelleke. Werknaam voor de baby. Chanelleke. Vorige week hadden we natuurlijk even die enorme doos met die fiets uitgepakt. Hier op kantoor, de fiets van Ten Ways. Ik heb het echt koud. Het is echt koud. Gaat je door dat doen? Ja, nee, want we gaan zo naar buiten met de fiets. Haha! Oh ja. En het is echt een super chille fiets, want Teske heeft hem wel uitgeprobeerd. It's great. En ik ga hem dus ook even testen. Had ik al gedaan, want hij... Maar nog niet mijn eigen. Ik had namelijk een eerste had ik eentje van hun geleend en nu is mijn eigen fiets binnen. Ik ga even een klein rondje maken, want de zon schijnt ook. Eén keer elektrisch op een fiets. Dan wil je dus nooit, nooit van je hele leven ooit meer gewoon trappen voor je werk. Ik vind hem ook mooi. De aanzien. Avec le Bibibelli gewoon echt op kan zitten dat het een damesfiets is. Veel van die fietsen zijn toch een zo beetje sporty model. Kijk, en je kan ook tenminste iets achterop. Ik ga deze dus even lekker naar huis fietsen. En dan wordt dit mijn nieuwe vervoersmiddel. Oké, dit mooie gezicht gaat dus very blij met haar nieuwe fiets naar huis. En dan ga ik deze video afsluiten. Morgen een nieuwe video starten. Want ik ga morgen met Joek naar Antwerpen. Voor werk een nachtje. Daar heb ik super veel zin in. Want Joek gaat mee. We hebben al best wel lang niet echt iets samen gedaan. Klinkt zo dramatisch. Maar hij zat aan het werk in het weekend. En ik door de week. Dus we leven een beetje langs elkaar heen. En nu gaan we dus samen weg. Zonder Jagger. Nou jongens, ik ga slapen. En ik wilde zeggen drinken, maar dat zit er niet in. Dus voor nu, later. En vergeet niet te abonneren.